De mosasaurusbotten die ik hier even heb meegebracht, dat zijn eigenlijk Hoffmanni, dus dat is de meest voorkomende soort. Ik heb die even meegebracht omdat sinds deze vondsten hier is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. Ben ik met de mensen van het museum in contact gekomen. Hebben wij samen dingen kunnen doen. Beschrijvingen gedaan van andere specimens, preparatiewerken gedaan met andere specimens. Met deze hier, ik noem die de Mike. Waarom? Omdat het eigenlijk een enorm groot exemplaar is. Want uiteindelijk, we zien hier 3 tanden. Je zet daar nog eens een batterij van 12, 13 tanden bij. Met dan nog het achterdeel van de schedel. Dan hebben we al gauw de schedel alleen van toch zeker 1,5 meter. Dus hoe groot dat beest eigenlijk geweest is. Een ander pot dat ik hier mee heb is het Quadratum. Heel specifiek naar, als kenmerk voor de soort, heel bepalend. En deze is eigenlijk ook Hoffmanni, maar die lag eigenlijk net op een horizon, gelijk wij het noemen in de dingen. En die horizon die volgde gewoon hoe dat het skelet, hoe dat het bot eigenlijk nog in de wand zat, volgde de horizon eigenlijk de botten.